Collectieve vreugde gisteren na wat dan heet het moedige besluit van Erik Wiebers over de gaswinning. We gaan zo snel mogelijk van het Groningse gras af. En in 2030 gaat de kraan in ieder geval helemaal dicht. Politici aan de linkerkant gelukkig. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Uh, aan de rechterkant is dat niet anders. Agnes Mulder van het CDA noemt het een historisch besluit. Het onduidelijke midden, D66, ook gelukkig. En zelfs de Groningers zijn enthousiast. Voor hun doen dan. Het kon minder, zegt de commissaris van de Koning René Paas in Groningen. En het kon minder, dat is al heel wat in Groningen. Het is een beetje zoals een bokswedstrijd waar na afloop beide boksers de armen in de lucht steken. Zoals ze allebei gewonnen hebben. Dat kan natuurlijk niet bij boksen en dat kan hier ook niet. Er zijn hier ook verliezers. Want dit project van Wiebus gaat geld kosten. Wij proberen op de achterkant van de spreekwoordelijke sigarendoos uit te rekenen hoeveel. Ten eerste er wordt een stikstoffabriek gebouwd hier in Zuidbroek in Groningen. Die gaat buitenlands gas omvormen naar Groningsgas. Kosten zeker 500 miljoen euro. Ten tweede, grootverbruikers die moeten omschakelen van Groningsgas naar buitenlands gas, zoals de kunstmestproducent Yara in Sluiskil. Dat betekent dat de gasunie de leidingen naar die bedrijven moet ombouwen. Dat kost zeker 200 miljoen euro en die bedrijven zelf moeten ook aan de bak. In de brief zegt Wiebes daarover dat die grootverbruikers in het algemeen begrip tonen voor de Groningers. Maar, zegt hij hierbij, ze moeten de bedrijfsvoering enig tijd stilleggen, hun apparatuur ombouwen en daarmee kosten maken voor iets dat voor hen geen commerciële betekenis heeft. Reken er maar op dat er een claim aankomt van die grootverbruikers. Hoeveel dat is, dat weten we niet. Het zal misschien nog meevallen, want de ombouwkosten worden geschat op 10 tot 100.000 euro per bedrijf. Maar. Dat is niet de enige claim. Het gas in Groningen wordt opgepompt door de NAM. En die NAM is weer in handen van Shell en Esso. En die bedrijven zien hun inkomsten uit Groningen rap dalen en willen daarvoor ongetwijfeld gecompenseerd worden. En dat gaat dan over een claim van miljarden. Al met al loopt die rekening van het project van Wiebes dus fors op. Alleen die nieuwe stikstoffabriek kost ieder huishouden 2 euro per jaar, heeft Wiebes gezegd. En dat is dan maar een heel klein deel van de kosten. Wie dat gaat betalen? Heel simpel, u en ik via de gasrekening. Tenzij, ja, tenzij we natuurlijk ergens nog een potje vinden met een paar miljard erin. O, hadden we maar een plek hè, in Nederland waar nog voor miljarden euro's een grondstoffen in de bodem zit. Grondstoffen die reuze makkelijk te winnen zijn door alleen maar even een kraan open te draaien. Maar ja, die plek hebben we niet, toch?